twee volgers op. Hij zet ze helemaal op. De legend. Hij is een jaar mee bezig geweest. Ik wilde allemaal niet zo vlot op. En dit jaar toch geen losse dingetje meer aardig van. Vorig jaar had hij dus... Dit jaar is er weer een grens ingebouwd, dus hij kan niet meer als de toeren halen die hij halen moet. En dan werd het toch beter. De legend, hoe is al? De groene deurs uit Buurzen, Martijn Mokkersom. Zijn dochters die zijn aan de zijkant en die moeten er nu aan. Hij had vanmorgen ontzettend veel tijd nodig om op gang te komen. Het is net een straaljager. De mensen zullen bijna zeggen dat de basis weer open is. Kom, 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 hij komt, hij komt, hij komt, hij komt niet. Daar is hij. Maar als je nou ziet wat hier de baan op komt, dit is die andere teken. Het groene geval uit de buurt. Het helft is hier in de middag. Let vooral af op de uitlaat. De zijkant van de uitlaat die daar komen bij het spruitstuk. Daar gaat zo dadelijk als het bij 50, 60 meter is, rood groeiend onder staan. En als je een heel mooi moment mee wilt maken, wacht op het eind. Als die staat na te draaien. Ik kan je wel vertellen, morgen op zondag met vaderdag, menige vader, die doen graag zo'n barbecue in de tuin. Let op die uitlaat bovenop de trekker als de trekker staat na te draaien. Een geweldig schouwspel. Patrick Engelbending, dat is de verrijding van deze mooie ontwikkeling. Dit is morgen, de 22.55. Met een Caterpillar, die staat zo rond. Hij zit de helm op. Ja, ik moet een hoorde voor het weer, hoor. Dat mijn man een beetje warm wordt te komen. Oh, ja, nee, ik dacht hij won, maar zie hij ook zo mooi glad kap te laten. Nee, begint helemaal niet. Patrick Engelbending, de man uit Buurzen. Ik heb het al gezegd, 21 en 22 augustus. De grote wedstrijd van Buurzen, zaterdagavond. Allemaal van dit soort trekkers, specials en alles. En ook hij zal de achter persoon steken. Patrick Engelbending. Die mooie achtcilinder gaat nu omdraaien. Hou het spruitstuk in de gaten tijdens de run. Kijk bovenop de uitlaat naar de run. En ik hoop dat u daar allemaal een beetje gaat kijken en meepakt. En dat u het enthousiasme op krijgt te pakken als deze man een vol boel gaat rijden. Want dan wil ik u allemaal horen klappen, fluiten, schreeuwen van mij. Maar doe maar wat je wilt. Doe denk of je gek bent. Tegen de stille willen. Hij gebeurt op een hele mooie, sympathieke manier. De jongens van Van Heijden,
Maar een sleepbaar, die vinden dat wel interessant, want ja, het is een mooie, kleine, compacte sleepbaar. Maar kan die dat geweld, die 800-900 pk van deze Undertaker, kan die dat aan? En daar gaat het niet om. Zij willen de uitdaging aangaan om die plekken stil te krijgen. Voor Patrick komt die uitdaging van ik kan die sleepwagen meekrijgen. Ondertussen gaat die jury mooi en zwaar in het paalveld. We hebben zo'n hier straks direct verder en zo'n baas de prijsuitreiking. En dan heb je weer zo'n hele goede dag. Trek je deur in op zitten. Is het een bokje deur? Ja. Bokje? Ja. Ja, dat heb ik aan. Ja, nee, kijk hier. Nee, net onverantwoordelijkheid, Bob. Bakje er. Ik bedoel, hij sprong in Vietnam. Ja, dus ik wil graag die jongens die daarachter nog op de zandbult zitten. Graag even aan de kant. Jongens van de zandbult af. Degene die dus naar de filmen, dat is Gerard. Die is de film van Twente Screen. Twente Screen. Die staat op eigen risico. Wij staan niet op eigen risico. U niet. Ik zeg dan, nu zagen we net een stuk verder waren. Hij komt nu dichter langs u. Let op het spruitstuk. Martijn en Renier Sino en Patat naar binnen in de rieven. Voortgegeven en het nog. En Patat al. Jazeker. De Duitse Frenkie, zoals het hier zijn. Die is van voor zijn niet de goede zaak gedaan. Ja, het smaakt ook allemaal horen. En voor de jongens en meisjes die er dus nog zijn, die vandaag nog geen ijsschoen hebben gehad. Wie heeft van jullie nog geen ijsje gehad voor de jongens en meisjes? Super jongen, vaak hoor ik hier niet zo hard dan. Het is op. Maar ja, het is. Dan zeg ik die papa, haal je nog alleen een biertje en dan ga ik ook een ijsje. Anders ging ik niet naar huis. Jongens van der Heijden krijgen daar vanavond ook van Hannie een ijsje. Er zijn ook kosten van vandaag. Patrick die heeft al een ijsje gegeten, want die wil zijn hoofd koel houden. Die op twee manieren, af en toe een ijsje liggen en zijn kapsel goed verzorgen. Dat hij goed blijft koelen. Die andere tegen. Let op dat spruitstuk. Ik zeg het nu nog één keer. Het gaat bij 50, 60 meter bijna op het eind van de baan gaat het gebeuren. En dan hoop ik dat hij nog een keer weer naar klapt, dat je op het eind van de rit, dat je die uitlaat daar weer ziet. Die grote kennenpullen die wordt niet opgedraaid. Normaal zit nou een kunststof front in. Normaal zit daar een gietijzeren front in. Wil je dat weg hebben, moet je met twee man naar dit kant beuren. Dit is een zware kolos van een trek. Hier gaat het. Ja, dat betekent vast. Thank you.